Van harte welkom bij deze webinar van Verslavingszochtend Nederland. Met als titel Fris ouder worden met minder alcohol. Deze avond is speciaal voor 55-plussers die een glaasje drinken, die volop in het leven staan en tegelijkertijd ook langzamerhand richting de pensioenleeftijd gaan. Maar het is ook voor hun naasten. Welkom dus allemaal. Ik vind het fijn dat jullie met zoveel hebben aangemeld en samen met mijn collega's gaan we een mooie webinar verzorgen. De onderwerpen zal ik straks laten zien. Eerst nog eventjes voorstellen wie hier allemaal bij betrokken zijn. Achter de schermen zijn er een heel aantal collega's, drie collega's, die jullie vragen beantwoorden en ook de vragen zullen doorsturen naar ons, want we zullen hier ter plekke ook vragen beantwoorden. Dus jullie zien ook een scherm onderin waar jullie de vragen kunnen insturen en die zullen we dan hier meenemen. Bij mij in de studio staan twee collega's en ik wil graag ook vragen of ze zich willen voorstellen. Roelof? Ik ben Roelof Ristelada, ouderenpsychiater bij Verslavingszorg Noord-Nederland en ik werk op de Polikliniek in Leeuwarden. Ja, Nienke. Ja. Ja, ik ben Nienke Sopers, ik ben preventiewerker. Ik geef voorlichtingen en trainingen en die gaan allemaal over alcohol en drugs, over het signaleren daarvan en ook over hoe je er in gesprek kan gaan door middel van motiverende gespreksvoering. En mijn naam is Roosmarijn de Kruijf en ik ben ook preventiewerker bij VNN. Nou, wat kunt u verwachten van ons tijdens deze webinar? De onderwerpen ziet u wel naast mij staan, allemaal gericht op de mensen die ouder worden, 55-plussers. De vragen, zoals ik zei, die kunt u zelf stellen tussendoor. En we hebben de vragen die van tevoren zijn gestuurd zoveel mogelijk geprobeerd in onze PowerPoint mee te nemen in onze presentatie. Dus u zult maar goed opletten of u uw vragen langs ziet komen. De laatste 15 minuten ongeveer, dus vanaf ongeveer 8:30, zullen we die vragen beantwoorden en de vragen die jullie tussendoor stellen. Dus blijf ze vooral insturen. Volgens mij kunnen we beginnen met de presentatie zelf, de informatie die we jullie geven. Nienke, met jou wil ik beginnen met de vragen. Ja. Wat is nou de reden om dit onderwerp aan bod te brengen? Ja, nou de reden is we vinden het wel belangrijk dat er meer bewustwording komt wat alcohol doet naarmate je ouder wordt. Je lichaam verandert en daarmee verandert ook de invloed van alcohol op het lichaam. En ook onze levensstijl verandert naarmate we ouder worden. En daar heeft alcohol ook weer een rol in. Dus daar wil ik het graag over hebben. Ja, en we hebben het samen over ouderen. We hebben over 55 plus. Zou dat nou bij elkaar passen? Wat denk jij, Nienke? Ja, ik weet niet. Ik denk dat het voor iedereen eigenlijk wel heel verschillend is. Of heel veel mensen zullen zeggen van ik voel me nog helemaal niet oud. En dat is natuurlijk ook hartstikke mooi. Heel erg fijn dat je je nog heel erg fit voelt. We willen ook graag fit ouder worden. Hè? En het lichaam verandert wel en leven verandert wel. En het is toch goed om dan even stil te staan met wat alcohol dan kan doen. Ja, ja. Dus eigenlijk langzamerhand veranderingen die komen naarmate je ouder wordt. We hebben een filmpje waarin Petra vertelt hoe zij dit ervaren heeft. De verandering van lichamelijke dingen, maar zeker ook alcohol die daarbij een rol speelt. Ik vind drinken lekker en gezellig. Het hoort bij mijn levensstijl. Ik kan echt uitzien naar een wijntje op een terras. Ik voel me meer ontspannen en vrijer. Mijn vrienden drinken ook. We hebben vrolijke en uitbundige gesprekken. En als ik uit mijn werk naar huis fiets, dan zie ik de fles wijn al staan. Maar ik merk dat ik, naarmate ik ouder word, drank steeds minder goed verdragen kan. Soms voel ik me na twee glazen al lam geslagen. Laatst had ik het erover met een stel vriendinnen. Maar die zeiden, ach meid, zoveel drink je toch niet? Die paar wijntjes, gezellig toch? Ik was laatst bij de huisarts omdat ik zo'n last had van mijn maag. Ze vroeg me naar mijn slaappatroon en of ik dronk. Ik keek haar verbaasd aan. Wat had dat er nou mee te maken? Aarzelend gaf ik toe dat ik wel eens dronk en geregeld ook wel eens te veel. En dat ik de wijn ook wel in grote glazen schonk. Dan waren het dus geen drie wijntjes, maar had ik er eigenlijk al zes te pakken. En dat ik wel makkelijk in slaap viel, maar na 2 uur slapen wel weer uren wakker lag. Mijn huisarts nam mijn bloeddruk op en liet mijn bloed prikken. Ik bleek een veel te hoog cholesterol en hoge bloeddruk te hebben. Ze stelde voor om naar Nové te gaan, gespecialiseerd in het behandelen van uit de hand gelopen gewoontes van bijvoorbeeld alcohol. Daar heb ik geleerd om te herkennen bij mezelf wanneer ik behoefte heb aan een wijntje en hoe ik die drank kan weerstaan. Tegen een aantal vriendinnen en familie heb ik verteld dat ik minder wil drinken. Ze waren verbaasd, want ze hadden nooit gemerkt dat ik er last van had, maar als je niet zegt,
word je er steeds opnieuw mee geconfronteerd. Ik voel me fitter, wil dat graag zo houden. En ik slaap ook weer veel beter. Er zijn veel meer mensen in Nederland zoals Petra en zoals zij haar verhaal vertelt. Nienke, waar zit hem die verandering als je 55 jaar of ouder bent en alcohol, waar zit hem dat nou in? Ja, je ziet een toename in alcoholgebruik. Zeker ook bij tussen de leeftijd van de 50 en de 75. Eigenlijk bij iedereen wel in de afgelopen decennia, maar zeker ook in die leeftijdscategorie. Ja, en het komt eigenlijk in eerste instantie eigenlijk al door toenemen van welvaart en ook dus meer geld te besteden. Ook meer geld te besteden, dus aan leuke dingen. En ook, naarmate je ouder wordt, kan het ook zijn dat je wat meer vrije tijd krijgt. En zeker ook minder verplichtingen krijgt. Dat het gezin, de kinderen zo langzamerhand de deur uitgaan. En meer tijd om gezellige dingen te doen, leuke dingen te doen. En ook dingen te doen waar dan vaak ook wel wat meer bij gedronken wordt. Dus die dingen zie je eigenlijk wel, waardoor er wat meer alcohol gedronken wordt op die leeftijd. Dus dit zijn eigenlijk de leuke dingen van de levensfase, ja. 55 plus van deze tijd. Maar Roelof, jij zal een andere kant ook meemaken in jouw werk. Ja, in mijn praktijk zie ik ook inderdaad de andere kant. Dan hebben we het over veranderingen die optreden bij het toenemen van de leeftijd. Sommige mensen worden afhankelijk, grotere kans op eenzaamheid, veel verdriet, soms van het verlies van naasten. En ook een grotere psychische kwetsbaarheid voor bijvoorbeeld somberheid, depressieklachten. Dan is het heel belangrijk om stil te staan bij het alcoholgebruik. Omdat er een verband bestaat tussen stemmingsproblemen en alcohol. Waarbij het soms zo is dat als je mindert of stopt met alcohol drinken, de stemmingsproblemen ook opklaren. Dus dat maakt het belangrijk om daar goed naar te kijken in verhouding tot deze minder fijne kant van het ouder worden. Ja. Het is heel belangrijk dat huisartsen, andere hulpverleners dit eigenlijk weten. Hè? Die combinatie alcohol en depressie. Dus mooi dat dit ook even zo, dat je dat zo even aankaart. Maar die veranderingen, is dat dan ook terug te vinden in de cijfers die we zien, Roelof? Ja, dat is zeker terug te zien in de cijfers. In de afgelopen decennia zien we een toename van het alcoholgebruik onder ouderen. Een toenemend aantal aanmeldingen in de GGZ en in de verslavingszorg vanwege alcoholgebruik. Grofweg gebruikt ongeveer 80% van Nederlands alcohol. En we zien, als je de cijfers vergelijkt tussen de 55-plussers die overmatig drinken, is dat veel meer dan de overmatige drinkers in de jongvolwassen populatie. En wat is dan precies een overmatige drinker? Nou, dat is een definitiekwestie. Tot nog toe werd overmatig drinken gezien elke dag 2 tot 3 eenheden. Oké. Okay. Ik denk het wel even fijn om te weten hoe we daarnaar kijken. En door de jaren heen, zeg jaren 50, jaren 90 tot nu, is daar dan een verandering doorgezet? Ja, er is de verandering zet door. En wat je met name ziet bij de mensen die 55 plus zijn en al overmatig drinken, zie je binnen die groep overmatige drinkers ook nog een toename van het alcoholgebruik van ongeveer 7 eenheden alcohol per week. Dus het aantal mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol neemt toe. En binnen de overmatige drinkers zie je ook nog eens een toename van de hoeveelheid alcohol die gedronken wordt. Ja, oké. Okay. We hebben het dan over overmatige drinkers. Is dan het alcoholgebruik en alcoholproblematiek dan iets juist van die overmatige drinkers? Nou ja, je spreekt over problematiek. Onder de overmatige drinkers zie je wel veel meer problemen en ernstige problemen. Maar wat je ook niet over het hoofd moet zien in deze populatie. Bij het ouder worden gaan de meeste mensen in algemene zin meer geneesmiddelen gebruiken. En de combinatie van medicatie en alcohol kan risico's opleveren, ook bij licht tot matig alcoholgebruik. En wat je soms ziet is dat de afbraak van alcohol vertraagd wordt, omdat de lever zowel de alcohol als de medicatie moet afbreken. Dus de alcoholafbraak wordt vertraagd, de medicatieafbraak wordt vertraagd, waardoor soms de medicatie versterkt wordt. Soms ook de medicatie veel minder werkt. Maar ook de bijwerkingen veel heftiger kunnen zijn dan zonder alcohol. Ja, dus het is echt wel risicovol en heel goed over nadenken of je die combinatie wilt gebruiken. Ik heb een vraag van Irene die van tevoren heeft ingestuurd over medicatie. Veel ouderen gebruiken medicatie en ook zo nu en dan een borrel.
In een gesprek met cliënten hebben we het dan vaak over de officiële adviezen en aan de andere kant ook het ervaren van kwaliteit van leven. Patiënten ervaren dan zelf geen problemen met de combinatie, maar hoe schadelijk is het nu eigenlijk exact, wil zij graag weten. Ja, nou, alcohol heeft altijd een effect op de lever, omdat het, het pleegt een aanslag op de lever. De meeste medicatie pleegt ook een aanslag op de lever. Maar de exacte schadelijkheid hangt af van het precieze medicijn, ook van de hoeveelheid alcohol. Maar zoals gevraagd wordt, als er nou helemaal geen probleem ervaren wordt en er worden ook helemaal geen bijwerkingen ervaren en het gebruik van alcohol draagt bij aan het welzijn van iemand, dan moet je dat niet onnodig problematiseren. Andersom is het zo dat als er problemen optreden mogelijk samenhangt met het gebruik van medicatie, dan is het voor hulpverleners, dokters wel heel belangrijk om ook het alcoholgebruik na te vragen, omdat dat wel een versterkend effect kan hebben op de negatieve werking van de medicijnen. Ja, mooi, helder, dank je. We willen je graag meenemen in de praktijk van onze collega's, het dagelijkse werk wat zij doen. En we starten met Antoinette Doorn. Wat mij met name opvalt is dat het alcoholgebruik, met name onder de babyboomgeneratie, toch wel vaak wordt vergoeilijkt. Het zijn mensen die zo richting hun pensioen gaan en dan wordt ook al snel gezegd van ach, weet je, dat wijntje bij het eten, dat moet kunnen en dat is allemaal niet zo erg en laten ze er nog maar even van genieten. En dat zorgt er volgens mij ook voor dat de problematiek vaak laat wordt ontdekt, ook bij huisartsen. En ik denk dat schaamte daar ook wel een rol in speelt. Mensen die presenteren zich natuurlijk in eerste instantie ook met andere klachten bij de huisartsen. Bijvoorbeeld maag-darmklachten of duizeligheid of slaapproblemen. En ik kan me voorstellen dat het heel lastig is om te vertellen dat je zo nu en dan ook wel eens meer drinkt dan je zou willen. Dus als er iemand eenmaal bij ons komt, dan zijn er toch al best wel forse problemen. Dus we kijken ook heel erg van, goh, wat is er nou precies aan de hand? En dan gaan we ook met name, vooral ik in mijn rol als verpleegkundige specialist, wel veel zitten op een stukje bewustwording. Dus wat doet alcohol nou met je lijf? Wat doet alcohol ook met je hersenen? Wat voor invloed heeft het op je stemming? In principe zorgt het ervoor dat de kwaliteit van je slapen dus veel minder is. Dus je rust uiteindelijk gewoon niet goed uit. En dat dan heb je weer medicatie nodig natuurlijk om iemand door te kunnen laten slapen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk niet de oplossing voor het probleem. Het valt me op dat Antoinette het heeft over de bewustwording over wat alcohol doet en het lichaam, hè, die combinatie. Dat was ook een vraag trouwens van Bas die hij van tevoren gesteld heeft. Zou je ons daar wat over kunnen vertellen, Roelof? Dat kan ik. Bij het ouder worden verandert het lichaam. Dat gaat niet van de ene dag op de andere dag. Maar in de loop van het leven verandert de lichaamssamenstelling van de meeste mensen. Waarbij een relatieve toename van vetweefsel krijgt. En een afname van de hoeveelheid vocht in je lichaam. Tegelijkertijd door het ouder worden wordt de nierfunctie en de leverfunctie minder. En die combinatie zorgt ervoor dat alcohol aan de ene kant minder snel wordt afgebroken. En aan de andere kant dat in het verdelingsvolume van de hoeveelheid vocht relatief meer alcohol terechtkomt bij dezelfde hoeveelheid ingenomen alcohol. Dus dan voel je je sneller aangeschoten dan wel dronken? Ja. Simpel gezegd? Nou ja, zo simpel gezegd. Ja, bij een gelijkblijvende hoeveelheid alcohol zullen de meeste mensen merken dat bij het toenemen van de leeftijd ze dat slechter verdragen en dus sterker de effecten gaan merken. Dus eerder aangeschoten, eerder dronkenschap bij hoeveelheden die in de jongvolwassenheid daar niet toe leiden. En wat zijn dan risico's specifiek voor alcohol en ouderen? Nou, zoals ik al eerder zei, veel stemmingsklachten. Maar ook, zoals we in het eerdere filmpje hoorden, hart- en vaatziekten, waarvan hoge bloeddruk een hele voor de hand liggende is. In de algemene populatie een verhoogd risico op bijvoorbeeld kanker. Maar bij de ouder wordende populatie ook geheugenproblemen. En wat we ook niet over het hoofd moeten zien, is een groot risico op vallen.
juist door alcoholgebruik meer valpartijen. Dus dat zijn twee belangrijke dingen voor huisartsen, andere hulpverleners om mee te nemen. Hè, de angst en depressies en het vallen. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. We hebben van tevoren ook meerdere vragen gekregen die gingen over gezondheid. Wanneer is het nou nog wel of misschien niet gezond om alcohol te drinken? Nienke, mag ik jou vragen om daar eens wat een licht op te schijnen? Ja. Ja, je kunt eigenlijk nooit zeggen dat alcohol drinken gezond is. We nemen daarin ook het advies over van de Gezondheidsraad, die ook zegt van, die ook als advies geeft, drink niet. En als je wel wilt drinken, doe dan niet meer dan één glas op een dag. Oké. Okay. Ja. Nou, er zijn natuurlijk meer dan genoeg mensen die wel drinken. Als je die keuze gemaakt hebt, we hebben het over ouderen, waar moeten ouderen dan rekening mee houden? Ja, we geven eigenlijk sowieso altijd het advies om, als je wel drinkt, om dan niet elke dag te drinken. Hou altijd een paar dagen vrij van alcohol, zodat je minder snel eigenlijk een gewoonte ontwikkelt. Want de gewoonte kan ook eigenlijk heel snel onbewust worden. En daarmee kan ook afhankelijkheid zich sneller ontwikkelen. Daarnaast geven we ook als advies om, als je stress ervaart en je wilt graag ontspannen, om daar dan niet altijd alcohol voor te gebruiken. Het is wel iets wat mensen eigenlijk wel een beetje associëren. Zo van, nou, als ik wat stress heb en ik wil even lekker ontspannen, nou, dan neem ik even een glaasje wijn. Maar als dat kan ook een gewoonte worden, waardoor ook eigenlijk sneller mensen steeds maar weer, als er iets is wat vervelend is, alcohol gaan gebruiken. En dat kan ook weer leiden tot afhankelijkheid. We willen jullie graag meenemen in een verhaal over een cliënt van onze collega Jurrie Brands. Ik heb een man van 70 jaar die op een gegeven moment bij de huisarts belandde omdat hij gevallen was onder invloed. Hij had zijn arm gebroken. En via de huisarts is hij verwezen naar ons toe, zeg maar. En wat je dan te horen krijgt is iemand die met pensioen is gegaan. Nou, eigenlijk weinig tot geen invulling van zijn tijd kan vinden. Hij heeft zijn werk verloren. Op een gegeven moment door zijn alcoholgebruik heeft zijn dochter gezegd van, nou, ik hoef de eerste tijd geen contact met jou. Hè, want je moet eerst maar eens wat met je alcohol doen. Ja, want hij belde haar heel vaak midden in de nacht en 's avonds laat. En met allerlei dingen waar hij dan mee zat. Nou, wat je bij hem zag en wat je wel vaker ziet, hè, vooral mensen van 55, 60 plus, zeg maar, hè, van, dat er toch heel veel verlies in beeld is. Heel veel dingen zijn wel kenmerkend, hè, van de zingeving in het leven, van verlies van dingen, hè, wat toch wel dingen zijn die belangrijk zijn. Soms ook vaak wel moeilijk, hè, want als je iemand van 25 hebt of 35, die... Ja, die is met carrière bezig, met baan. Wil ik hogerop of wil ik nog wat anders? Of welke kant wil ik op? Dat is hier eigenlijk niet meer van toepassing. Hè? Van, op een gegeven moment ga je met pensioen en dan moet je op een andere manier die zingeving weten te vinden. Nou, dat is soms wel een zoektocht, ja. Jullie vertelt over een vader, een man die door de tijd heen zijn alcoholgebruik verandert. Nienke, hoe kan een dochter die signalen van zo'n veranderend alcoholgebruik van haar vader gaan herkennen? Ja, signaleren is eigenlijk altijd wel een heel proces. Een heel proces van kleine puzzelstukjes die langzamerhand in elkaar vallen. Totdat je echt een beeld krijgt van wat er nou eigenlijk aan de hand is. En dat doe je ook vaak met elkaar. Wat je zelf kan herkennen, bijvoorbeeld dan in dit geval aan de vader, is dat, ja, dat hij toch een beetje smoesjes begint te verzinnen over klachten die hij heeft. Maar ook kleine redenen begint te bedenken om toch nog eens even iets extra te vieren. We zitten hier zo gezellig, dan doen we toch nog even eentje. Steeds wat meer drinken op gelegenheden. En ook dus gelegenheden proberen te creëren. En eigenlijk ook geen dagen meer hebben waarop niet gedronken wordt. En dat is dan iets wat je kunt signaleren. En ook, maar vraag ook andere mensen van of die ook dingen zien waardoor ze zich wat zorgen gaan maken. Ja, dat je zo samen probeert te kijken van, ja, is dit nog oké of is hier toch eigenlijk wel iets aan de hand? Frans vroeg van tevoren ook over signalen van gebruik. Dit was meer beginnend gebruik. Hoe zit dat, Roelof, als het wat verder gaat?
Nou, de smoesjes die Nienke net noemde, die kunnen langzamerhand veranderen. Als mensen dat doorkrijgen, paal en perk aan willen stellen, dan kunnen er woordenwisselingen of ruzies ontstaan met naasten. En soms is dan een reactie dat men overgaat tot stiekem drinken, de alcohol op geheime plaatsen gaat opbergen. Gevolgd door beloftes om te minderen of te stoppen met drinken, dat lukt dan niet. Ja, en soms krijgt dat wat meer effecten. De zelfzorg, die boet wat in. Ook weer soms valpartijen. En nog een stadium verder kunnen mensen alcohol-onttrekkingsverschijnselen krijgen. Onthoudingsverschijnselen als een tijdje niet drinken. Dan verandert de functie van alcohol. Dan voelen mensen zich zonder alcohol ziek, zweterig, trillerig, onrustige slaap. En hebben alcohol echt nodig om zich weer een beetje goed te gaan voelen. En hebben we het dan zo langzamerhand over verslaving? Ja, in de algemene term daarvoor is verslaving. Je krijgt een lichamelijke, maar ook geestelijke afhankelijkheid van het middel. Je hebt ook steeds meer nodig van de alcohol om hetzelfde effect te bereiken. Je krijgt onttrekkingsverschijnsel als je niet gebruikt. En je bent de grote delen van de dag bezig met het denken aan alcohol, zin hebben in drinken. Maar ook het verkrijgen of het bijkomen van de gevolgen van het alcoholgebruik van eerder. En zo langzamerhand krijgt dat dan invloed op grote delen van het functioneren overdag. En dan spreek je wel van een forse stoornis in het alcoholgebruik. Ja. Nou, er is natuurlijk veel meer te vertellen over verslaving. Maar ik wil jullie graag verwijzen naar onze vorige webinar, waarin dat aan de orde is geweest, en onze publicatie. U kunt dat vinden op de pagina vnn.nl/verslaving. Hoe komt het nou dat middelengebruik of alcoholgebruik zo laat gesignaleerd wordt? Ja, zoals ik op de dia zien staan, dan staat er ontkenning staat bovenaan. En we denken eigenlijk altijd ten eerste aan ontkenning van de persoon zelf. Daarnaast is ook eigenlijk heel vaak de omgeving die het nog niet snel erkent eigenlijk dat er een probleem is. Het eigenlijk ook vrij lang wel vergoeilijkt. Zo van, ach, iemand is toch ook al wat ouder, die heeft er toch ook gewoon de tijd voor. En dat hoort toch dan toch gewoon bij een Bourgondische levensstijl. Daarmee wordt eigenlijk heel erg vaak het alcoholgebruik lang vergoeilijkt. En ook een huisarts kan bijvoorbeeld nog lang, kan nog wel een tijdje denken van ach, nou ja, dat is de levensstijl. Of er eigenlijk nog niet echt naar vragen, zo van nou, dat zal misschien nog niet aan de hand zijn. Dus het uitstellen van belangrijke vragen en het ontkennen van eigenlijk niet alleen door de persoon zelf, maar door de hele omgeving. Ja. Nou, wilt u nog wat meer lezen hierover, dan kunt u onze publicatie gratis downloaden op vnn.nl/ouderen. Roelof, als er professionals kijken, er zullen vast huisartsen zijn of andere hulpverleners. Wat kan hij of zij nou meenemen in zijn consult? Het allerbelangrijkste is dat je er gericht naar vraagt. Want als je niet naar vraagt, dan kom je het ook niet te weten. Dat kan gewoon terloops in een consult of in een gesprek. Maar je kan ook de drie vragen die hier staan afgebeeld gebruiken om het gesprek op gang te helpen. Als één of meer van deze vragen positief beantwoord worden, dan zou dat een aanwijzing kunnen zijn dat er een alcoholprobleem speelt. Of dat er in ieder geval een gewoontegedrag is ontstaan wat mogelijk negatieve effecten heeft. En dit gesprek kan dan de basis zijn voor de erkenning die nodig is van zowel de hulpverlener als de persoon in kwestie. En vanuit de erkenning dat er mogelijk iets aan de hand is, zou je kunnen gaan naar een fase van motivatie. En zou je aan de hand van zo'n gesprek kunnen vragen of iemand open staat voor advies. En als dan het advies gegeven wordt om te stoppen of te minderen met drinken, blijkt dat voor een redelijk grote groep al genoeg te zijn om te stoppen of te minderen. Dus ernaar vragen en adviseren zijn al hele belangrijke eerste stappen. Zelfs dus voor verandering. Dus het is heel mooi en belangrijk om te weten, denk ik, dat het zoveel effect heeft deze paar vragen stellen en daar wat dieper op ingaan. Ja, mooi dat het aan bod kan komen. Even kijken. Ja, we hebben nog een filmpje voor jullie. Het is nu van een van onze collega's preventiewerkers die vertelt over haar praktijk. Het is belangrijk om onder 55 plus alcohol onder de aandacht te brengen, omdat wij, denk ik, ons toch te weinig bewust zijn van het feit dat als je wat ouder wordt, dat alcohol gewoon wat meer risico's geeft. Dus dat betekent, je hebt meer kans op, want je lichaam die reageert wat anders, je lever en je nieren werken wat anders. Dat betekent ook dat je gewoon eigenlijk alcohol eerder binnenkomt en je eigenlijk wat eerder dronken bent. Nou lijkt dat gewoon
bij mensen die geregeld drinken, dat ze dat niet meer voelen. Maar je ziet op een gegeven moment, naarmate je nog wat ouder wordt en je bent gewend om toch regelmatig alcohol te drinken, hè, bijvoorbeeld iedere dag 2 of 3 glazen, dat op een gegeven moment dat je merkt van, hé, maar nou lukt het gewoon niet meer. In mijn praktijk of in onze praktijk van preventie en voorlichting komen wij toch in toenemende mate komen wij vragen tegen van mensen die een vader of een moeder hebben of een broer of een zus die drinkt of een buurman waarover zij zich gewoon zorgen maken. En ze weten vaak ook niet hoe ze daarmee om moeten gaan. Omdat alcohol natuurlijk zo'n geaccepteerd middel in de maatschappij is. Waarvan ze denken, ach, het maakt ook niet zoveel uit. Het kan geen kwaad, iedereen doet het. Maar ze zien wel dat er verandering optreedt bij hun, bijvoorbeeld bij hun ouders. Omdat ze steeds vaker en steeds meer zijn gaan drinken. En nou, daar maken kinderen zich soms zorgen over. En soms zo erg dat er ook wel gezegd, hebben wij ook wel eens gehoord van, nou, we vinden het lastig om onze kinderen, dus de kleinkinderen van opa en oom, om die daarbij hun te laten oppassen. Want elke dag staat de fles wijn op tafel en zijn ze dan nog wel goed in staat om op onze kleinkinderen te passen. Wat wij natuurlijk heel graag willen, is dat mensen gewoon eerder aan de bel trekken. Nicolette vertelt over naasten en G stelde hier van tevoren ook een vraag over. Ondertussen zien jullie een paar tips langskomen van wat kan een naaste nou wel of niet doen om hun alcoholdrinkende partner te begeleiden of daar in gesprek mee te gaan. Nienke, zou jij een paar van deze punten eruit willen halen om nader toe te lichten? Ja. Ja, het is natuurlijk mooi als je kan kijken van hoe kan ik echt in gesprek komen met mijn naast hierover. Wat Roelof ook al aangaf, van het kan snel, er kan snel ruzie ontstaan als het om alcohol gaat. En hoe kun je nou tot een gesprek komen dat je het er echt even met elkaar over kan hebben? Een opbouwend gesprek. En een van de dingen die daar erg bij helpt is proberen je oordeel heel erg uit te stellen. Dat even niet mee laat tellen. Nou, ook al vind je het eigenlijk heel erg stom wat er gebeurt, dat even niet te benoemen. Dat even te laten liggen en proberen eens gewoon te kijken van, hey, wat zijn nou voor diegene de voordelen? Waarom doet iemand dit eigenlijk? Heel veel drinken is op een gegeven moment niet meer voor de lol. Er is iets aan de hand. Wat is nou de reden? Daar proberen achter te komen en daar echt ook nieuwsgierig naar te zijn. Dat is iets wat heel erg helpt om echt het gesprek erover te voeren. Daarnaast is het ook heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Om echt te kijken naar van waar liggen voor mij nou de grenzen. Want wat je ook vaak ziet bij overmatig alcoholgebruik, of als het echt een probleem begint te worden, is dat een naaste echt over je grenzen heen gaat. En dus het aangeven van waar, hè, jezelf afvragen, waar liggen eigenlijk mijn grenzen? Wordt daar ook overheen gegaan? En hoe ga ik dat dan communiceren? Wat ga ik daar dan over zeggen? En als je daar ook een consequentie aan wil geven, dat je daar dan ook dat je die consequentie dan ook echt doorvoert. Hè? Dat het geen loze dreigementen worden, maar dat je dan ook echt zegt, zoals bijvoorbeeld het voorbeeld wat Nicolette noemde in het filmpje, zegt van, Als papa of mama onder invloed is, dan wil ik niet de kinderen daar hebben. He, dus dan mogen ze niet bij opa en oma thuiskomen. Want dat vind ik dan niet veilig. En dat je dat dan ook echt niet doet. He, dus dat je daar consequent in bent. Ja. Best wel lastig, maar heel belangrijk dus. Ja. Stel nou dat er mensen kijken die zeggen van, nou, wat betekent het alcoholgebruik nou eigenlijk voor mij? Die dat eens wat nader willen onderzoeken. Wat zouden die dan kunnen doen? Ja. Ja, wat je kan doen als je nieuwsgierig bent naar van hoe zit het eigenlijk met mijn eigen alcoholgebruik. Dan zou je bijvoorbeeld ervoor kunnen kiezen om eens een keer een maand niet te drinken. En er is ook een actie, een campagne en die heet Ik Pas. En dus altijd in het begin van het nieuwe jaar wordt die ook weer gehouden. En dat houdt dan in maand lang niet drinken. En dan kun je echt voor jezelf eens kijken en onderzoeken van wat doet het eigenlijk met mij? Hoe vind ik het om nee te zeggen als ik op een gelegenheid ben of op een feestje ben? Hoe is het om zelf niet te drinken terwijl anderen wel drinken? Hoe reageren anderen op mij dat ik op dat moment niet drink? Die vragen, daar krijg je dan antwoord op. En ook, wat doet het met mij lichamelijk? We krijgen heel vaak reacties terug dat mensen zeggen van, nou, ik heb me eigenlijk wel fitter gevoeld. Ik kon makkelijker opstaan. Of ik had meer aan mijn avond doordat ik tijdens het eten niet had gedronken. En ook soms dat ze zelfs ook wat gewicht zijn kwijtgeraakt. Een beetje zijn afgevallen. Omdat in alcohol toch ook wel veel calorieën zit. Dus ja, dat zijn zo'n paar reacties die we dan hebben gekregen naar aanleiding van zo'n 30 dagen niet drinken.
Nou, best interessant om een keer uit te proberen, ja, denk ik. Wat biedt VNN nou voor naast betrokkenen waar we het over hadden? Nou, een voorbeeld is een adviesgesprek. Toch eens in gesprek gaan met een van ons om te vertellen wat thuis speelt en wat voor tips wij jullie kunnen geven. Dat kan ook in een gespreksgroep. Dat kan een inloop zijn waarbij iedereen kan binnenkomen en zijn verhaal kan delen. Maar ook in een cursus waarin het heel erg gaat over de communicatie tussen u en uw naasten. Om dat op een iets andere manier aan te pakken, eigenlijk zoals Nienke dat net vertelde. Maar natuurlijk hebben we ook informatie voor professionals. Dat kan op verschillende manieren. Ook weer een adviesgesprek of consultatiedienst voor de artsen, wat heel prettig is om te kunnen doen. Workshops hebben we voor professionals. Een voorbeeld daarvan is alcohol en ouderen, waarin we dieper ingaan op de informatie dat we nu kunnen doen. Natuurlijk is er ook heel veel voor onze cliënten. En ik vind het fijn, Roelof, als jij daar wat over vertelt. Ja. Een belangrijk begin van de behandeling is het leggen van contact, het zoeken naar erkenning en het zoeken naar motivatie voor een daadwerkelijke gedragsverandering. Een van de belangrijkste behandelmogelijkheden is een cognitieve gedragstherapie, specifiek gericht op het alcoholgebruik. En we hebben al meerdere keren gehoord, onder andere in het verhaal van Jurrie Brands, dat het bij oudere mensen ook aankomt op het vinden van alternatieven, op het zoeken van zingeving. En specifiek voor ouderen is er daarom een cognitieve gedragstherapie ontwikkeld, waarbij heel veel aandacht is voor juist die elementen. Contact met mensen, zingeving, het opstellen van het levensverhaal. Het vinden van een alternatief tegelijkertijd met de gedragsverandering ten aanzien van het drinken, dat zorgt voor een blijvende verandering. De meeste behandeling doen wij polyklinisch. Dat betekent dat mensen thuis verblijven en één keer per week vaak, of soms iets vaker, soms minder vaak, naar een van onze spreekuurlocaties komen om die behandelingen te doen. Voor een klein deel van de mensen met veel ernstiger alcoholprobleem is het ook mogelijk om opgenomen te worden in een van onze klinieken om te ontgiften van alcohol en om een nieuwe invulling van het leven te gaan ontwikkelen. Okay. Nou, volgens mij hebben wij de informatie die we met jullie wilden delen besproken en dan zijn we eigenlijk toe aan ons vragenstukje. Ik heb eerst een paar vragen die van tevoren zijn ingestuurd. Roelof, dit vind ik een vraag voor jou. Alcohol is toch gezond? Een glaasje rode wijn, hè, dat wordt wel eens geadviseerd en gezegd dat het goed is voor hart- en vaatziekten. Wat kan een positieve bijdrage zijn van alcohol? Ja, er is een tijd geleden veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten, gezondheidseffecten van alcohol, specifiek van rode wijn. En het leek erop dat 1 of 2 glazen rode wijn per dag een gunstig effect zou hebben op de gezondheid en met name hart- en vaatziekten. Die resultaten werden met veel enthousiasme ontvangen. Alleen het blijkt een foutieve interpretatie te zijn van de onderzoeksgegevens en nu zijn we op een punt dat de onderzoeksgegevens herhaaldelijk opnieuw zijn bekeken, waaruit blijkt dat het gezondheidseffect helemaal niet bestaat. En de conclusie is, en die wordt ook uitgedragen door de Gezondheidsraad, zoals we net van Nienke hoorden, dat het drinken van alcohol schadelijk is. En dat begint al vanaf 1 glas per dag en dat loopt op met de toenemende inname van alcohol. Oké. Toch even wat anders dan we in de volksmond denken dat hoe het is. Een vraag van Mark uit Utrecht. Wat werkt qua behandeling voor deze doelgroep? Ook nog een mooie vraag voor jou, Roelof. Ja, zoals we net ook bespraken, is dat met name het aansluiten bij de beleving van de mensen die je in behandeling hebt. En voor de groep waar we het nu over hebben, de 55-plussers, kom je dan vaker dan bij jongere volwassenen in de hoek van zingeving en ook van levensinvulling en veel verlies van naasten, maar ook van bijvoorbeeld lichamelijke achteruitgang. Als je daarbij aansluit en zoekt naar manieren om afscheid te nemen van de alcohol en daar iets anders voor in de plaats te stellen, dan ben je op weg naar een zinvolle behandeling. Oké, mooi. Een vraag van Lena uit Assen en Kees stelt ook ongeveer dezelfde vraag. Dat gaat over de ondersteuning van partners. Is dat er? Nou, daar hebben we net wat over verteld. Nienke, ik weet dat jij een van de trainingen ook geeft. Mm-hmm. Wat is nou iets wat mensen uit die training halen, die daaraan deelnemen? Ja.
Wat je sowieso ziet, wat de deelnemers uit de training halen. Want het is echt een training in het motiverende gespreksvoering. Dus dat naaste echt leren van hoe kan ik een constructief, een opbouwend gesprek voeren met mijn naaste over het gebruik. En kijken of je op die manier dus ook echt een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de motivatie voor verandering. En de reacties die we krijgen is dat mensen het heel fijn vinden om ook wel elkaars verhaal te horen. Maar ook dat ze merken dat ze thuis gesprekken beginnen te voeren. Dat het niet meer altijd maar ruzie is als ze het over het onderwerp hebben. Maar dat ze echt met elkaar open en oprecht over kunnen spreken. En ook waar ik het al eerder over had, over die grenzen stellen. Dat is eigenlijk helemaal niet zozeer het thema in de theorie van de training. Maar we zien wel eigenlijk heel vaak dat in de praktijk het wel heel vaak een thema is wat veel aan bod komt. En dat we ook merken dat in die 6 weken dat mensen bij ons komen voor die cursus, er ook veel verandert bij de tussen de naasten. En dat dus ook grenzen ook beter worden aangegeven en het contact echt verbetert. Hele bijzondere effecten. Ja, mooi. Heel bijzonder om mee te maken. Okay. Ja. Vragen voor jou, Roelof. Dat vind ik, Klopt het dat ouderen minder goed tegen alcohol kunnen en hoe komt dat? Het is een beetje al belicht, maar ik vind het wel mooi. Ja, we hebben die vraag eerder ook al min of meer beantwoord. En waar het door komt zijn de genoemde lichamelijke veranderingen van een trager werkende lever en een verminderde hoeveelheid vocht in het lichaam. Dat die combinatie zorgt ervoor dat alcohol langzaam wordt afgebroken en zich in een kleiner vochtvolume verdeelt, waardoor het een steviger effect heeft. Ja. Oké. En dan heb ik ook nog de vraag, een hele interessante van Frans. Is er verband tussen dieetkeuze en alcohol? Dat kan twee kanten opwerken. Het Bourgondische levensstijl werd net even genoemd. Dus als je Bourgondisch eet, hoort daar ook Bourgondisch drinken bij. Dat is het effect de ene kant op. Er zijn mensen die het idee hebben dat veel vet- en eiwitrijke voeding de opname iets vertraagt, omdat de maag al flink gevuld is. Dat klopt waarschijnlijk een beetje, maar het gaat om de netto hoeveelheid alcohol die je binnenkrijgt. En dieet heeft niet veel invloed op de schadelijke effecten daarvan. En wat mensen waar mensen het over hebben met koffie, dat nog iets kan doen? Hoe zit dat? Dat is een interessante. Alcohol heeft een wat slaapverwerkend effect. Je wordt er wat slaperig, wat suf van. Koffie heeft het tegenovergestelde effect. Dus er wordt wel gedacht dat als je alcohol drinkt, wat slaperig wordt, dat kan je compenseren met koffie. Nou zal dat het gevoel van slaperigheid wel tegengaan. Maar ook daar geldt dat daarmee de effecten van alcohol op andere gebieden en de schadelijke effecten niet teniet worden gedaan. Okay. Dan heb ik nog de vraag van Marco. Wat is het effect van 2 drankjes? Ja. Het effect van 2 drankjes. Als we kijken naar van wat het doet met de hersenen. Het verdooft de hersenen. Hè, want alcohol, dat is verdoofd middel, wat Roelof ook al zei. En daarmee verdooft het dus ook je remmingen. Daardoor durven mensen ook al meer. En vinden ze dat ook prettig op een feestje dat ze dan wat meer durven te zeggen. Beoordelingsvermogen wordt ook beïnvloed. Het wordt ook verdoofd. Dus wat nou goed is en wat nou fout is om te doen, dat wordt wat moeilijker. En ook het reactievermogen en het concentratievermogen neemt af eigenlijk al bij 2 glazen. En naarmate je ouder wordt, merk je dat ook weer, voel je dat zelf ook weer sneller. En dan heb ik nog een vraag van Clarina. Zij wil weten, wat is een goede houding om ouderen mee te benaderen wanneer je hen ondersteuning bij minderen of stoppen wilt bieden? Mm-hmm. We bieden ook wel veel training aan professionals hierover, hebben we ook al gezegd. Op het gebied van motiverende gespreksvoering en ook op het gebied van oplossingsgericht werken. En ten eerste is eigenlijk dus de basishouding, dat je onbevooroordeeld, zonder oordeel in gesprek gaat, dat heel erg belangrijk is. Dat je heel erg op zoek gaat naar de mogelijkheden die er zijn voor de ander. Iemand gaat niet stoppen als iemand niet het idee heeft dat er andere mogelijkheden zijn, dat er andere alternatieven zijn. Het moet wel perspectief bieden voor iemand. Het moet wel nut hebben dat iemand stopt of dat iemand mindert met alcohol. Dus daar eigenlijk heel erg op te focussen. En bijvoorbeeld, dat kan dus ook zijn het focussen op zingeving. Dus als iemand het idee heeft van, het kan me echt iets opleveren, dan kan die motivatie er ook zijn om te veranderen. Mm-hmm. Oké.
Nou, ik zie ondertussen op mijn computer ook nog een heel aantal vragen staan. Laten we daar eens even naartoe gaan. De eerste vraag is anoniem. Wat is het effect van alcohol op slaapmedicatie? Kijk jou aan, Roelof. Ja, nou, we hebben ook al gezien dat, en gezegd dat alcohol een wat slaperigmakend effect heeft. In een eerdere slide stond ook dat alcohol geen slaapmiddel is. Wat je vaak wel ziet en ook hoort van mensen, dat wel helpt bij inslapen. Alleen het doorslapen wordt vaak lastig. Dat vertelde Petra in het eerste filmpje ook. Na een aanvankelijke 1 of 2 goede uren slaap, daarna een rommelige nacht, veel wakker liggen, draaien, zweten, wat piekeren. Dus het is slecht om door te slapen. Het verandert ook de structuur van je slaap, waardoor je minder uitgerust wakker wordt. Dus alcohol op zich een slecht slaapmiddel. In je brein werkt het op dezelfde structuren als slaapmiddelen, waardoor het effect van slaapmiddelen versterkt wordt door het gelijktijdig gebruik met alcohol. Het negatieve effect daarvan is dat die versuffende werking van slaapmiddelen versterkt wordt, waardoor mensen vaak een lang effect de volgende dag nog merken, dus langer overdag suf zijn, maar ook bijvoorbeeld het optreden of verergeren van geheugenproblemen en andere cognitieve problemen. En een heel extreme geval is veel slaapmiddelen met veel alcohol kan ook leiden tot een verminderde ademhaling. Dus het zijn versterkende effecten in negatieve zin. Ik zie dat ik nog een stuk of wat vragen heb en bijna 9:15 is. Het kan zijn dat we ietsje uit gaan lopen. Ik hoop dat jullie nog even blijven meeluisteren naar de vragen die gesteld zijn, want uw vragen kan ertussen staan. Nienke, deze vraag is voor jou, van Marjolein. Welke tips hebben jullie voor gemeenten die overmatig alcoholgebruik onder oudere inwoners willen voorkomen of terugdringen? Dus welke tips hebben jullie voor gemeenten? Ja, de tips voor gemeenten. Sowieso eigenlijk, wat we al eerder noemden, zo van soms wordt het pas eigenlijk heel laat gesignaleerd. Dus je zou eigenlijk willen dat er vroeger gesignaleerd wordt. En wat daarbij erg helpt is dat mensen deskundig worden gemaakt op het gebied van het vroeg signaleren. En de mensen, dus de professionals die in de zorg werken, die in de thuiszorg werken, die in de verzorgingshuizen werken, dat zij op de hoogte zijn van hoe kan ik dit zien en hoe kan ik dit bespreekbaar maken. Dus dat is sowieso één ding. En ook om, wat ik ook al zei over het signaleren, dat signaleren een heel proces is. En dat je elkaar daarvoor nodig hebt om samen de puzzel te maken. Hè, om samen het volledige beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Dus dat de gemeente ook het stimuleert om een goed netwerk te creëren. Zoals dat nu eigenlijk ook gebeurt in de gebiedsteams. Dat daar veel aandacht wordt besteed ook aan dit onderwerp. Dat we met elkaar dat doen eigenlijk. Ja, dat je met elkaar signaleert. Okay, ja, mooi. Even kijken, dit is eigenlijk al wel wat beantwoord, denk ik. Alcohol heeft toch ook positieve effecten? Wat vindt VNN ervan? Dat is denk ik wel besproken met wat jij net vertelde over de wijn. Hè? Of heb je nog iets aanvullends op? Nou ja, kijk, de positieve effecten staan los van de gezondheidseffecten. De gezondheidseffecten die zijn er niet. Positieve effecten kunnen op heel veel vlakken liggen. Sociaal, sommige mensen zeggen het is lekker, het verbindt. Je kan vieren met alcohol. Dus er zijn andere positieve effecten. Maar we moeten af van het idee dat het bevorderend is voor de gezondheid. Ja, oké, dat is een mooie aanvulling. Ik heb nog een vraag van Alice uit Groningen. Wat is de beste manier om bij iemand aan te kaarten dat er een probleem is? Is er één beste manier? Je probeert eigenlijk in eerste instantie contact te maken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus dat je zonder oordeel, wat ik al eerder ook zei, in contact treedt. En gaat navragen wat de redenen zijn voor gebruik. Dat is toch eigenlijk de eerste stap. Het bespreekbaar maken. En dan kun je altijd kijken van kan ik mijn zorgen uiten? Kunnen we wat dieper hierop ingaan? Het eerste is toch eigenlijk het maar in contact komen erover. En dat is eigenlijk voor heel vaak voor mensen best wel een drempel overgaan. Zo van, ga ik echt vragen naar dat alcoholgebruik? Hè? Dat is toch spannend? Het wordt toch best wel vaak als spannend ervaren. Ja. Okay. Een vraag van, wat is dat de naam ook? Kneesje. Hoeveel glazen moet een oudere drinken om zichzelf verslaafd te noemen?
Hoeveel glazen? Ja. Ja, daar is niet een heel duidelijk definitief antwoord op te geven. Nee. Het gaat niet zoveel om de netto hoeveelheid alcohol. Wat veel belangrijker is, wat de functie van de alcohol is. Of iemand zonder kan, of iemand dagen zonder kan. Dus je kan bij een paar glazen per dag heel erg afhankelijk en daarmee in de volksmond verslaafd zijn. Maar er zijn ook mensen die grotere hoeveelheden kunnen verstouwen en daar helemaal niet verder last van hebben. En die zou je niet verslaafd moeten noemen. Dus er is geen hoeveelheid te noemen. Het gaat echt om de functie van het gebruik en de behoeften die er altijd maar zijn om te willen drinken. Ja, oké. Ik heb er nog twee. Dan zijn we er doorheen. Van Annelies is deze vraag. Ligt de standaard voor 55-plussers, en ik denk dan dat ze bedoelt de standaard hoeveelheid alcohol of het minimum, anders dan bij jongeren van 18? Zit daar een verschil in dat advies? Nee, omdat toch het advies is eigenlijk om niet te drinken. En als je drinkt, niet meer dan één per gelegenheid te drinken. Dat is eigenlijk dus niet anders. Dat is voor iedere leeftijd hetzelfde. Ja, zit alleen een verschil misschien in? Bij ouderen werk je dus wel, die zullen wel sneller het ervaren en wel ook sneller klachten kunnen ontwikkelen. Naarmate ze ouder worden. Dat is wel zo. Ja. Ja. Dan een laatste vraag. Hoe kan het dat de ene persoon geen alcoholprobleem krijgt terwijl hij wel vaak drinkt en de andere persoon die net zoveel drinkt wel een verslaving ontwikkelt? Hoe kan het nou dat het bij de een zus werkt en de ander zo? Kan je daar nog een laatste punt van voor vertellen? Ja, ik wil wel een poging wagen. Dat heeft met de verschillende factoren te maken. Eén is erfelijkheid. Sommige mensen zijn erfelijk belast met een neiging tot buitensporig middelengebruik. De andere factor is de omgeving. Er zijn mensen die weinig heftige dingen meemaken in hun leven, waardoor het makkelijker is om het toenemen van bijvoorbeeld alcoholgebruik te weerstaan. Andere mensen maken meer en soms in kortere tijd heftige dingen mee in hun leven, waardoor de weerstand tegen het toenemen van alcoholgebruik lager wordt. Dus het is een interactie tussen erfelijkheid aan de ene kant en omstandigheden in een mensenleven aan de andere kant. Oké. Nou, dat was de laatste vraag. Mooi. Nog kort even de links die we besproken hebben, laten we nog even langskomen voor jullie om nog terug te kunnen zien. En dan willen we jullie eigenlijk attent maken op de volgende webinar die al gepland staat op 19 april volgend jaar. En dan gaan we het hebben over gamen. Is dat een spel of is dat een verslaving? We hopen u dan ook graag weer te zien. We willen u danken voor uw aandacht. U kunt zien dat u nog een mail ontvangt waarin u dit link krijgt om de webinar terug te zien. En we hopen dat u online onze vragenlijst invult, zodat we onze webinars nog beter kunnen maken. Heeft u naar aanleiding van wat u vandaag gezien heeft nog vragen? Heeft u nog hulp nodig of adviezen? U kunt altijd contact opnemen met ons telefoonnummer of met de mail. Bedankt u allen voor uw aanwezigheid, voor het meekijken. En natuurlijk Roelof en Nienke heel erg bedankt voor alle informatie die jullie gegeven hebben. Bedankt nogmaals en tot ziens.